Yes, welkom bij een nieuwe video van Team Benji. Ik ben Benji. Ik ben Chris. Ik denk de introductie van Chris. Als je nog meer iets over hem wil weten, volg zijn Insta, daar kan je kijken. En de vorige filmpje heeft hij zich net wat beter benoemd. Dus yes. Ik denk dat het mooi is om gelijk door te gaan over de voeding. Kom maar op. Voeding en powerliften. Je wil sterker worden. Yes. Hoe... Wat voor eetpatroon of voedingspatroon of hoeveel kilocalorieën moet je eten? Hoeveel is natuurlijk... is heel erg persoonsafhankelijk, ja. Het komt er eigenlijk om neer. Voeding is natuurlijk hyper individueel. Vaak zou je gewoon naar de doelstelling moeten kijken van... wil je aankomen, wil je afvallen? Dat bepaalt een beetje de uitgangspositie voor dieetkeuzes. Waar we in ieder geval wel heel simpel over kunnen zijn... is eiwitinname is belangrijk, want eiwit dekt jouw behoefte voor het... behouden van je spiermassa, voor het aanzetten van spiermassa. Dus dat is een heel erg belangrijk component. En hoeveel, ongeveer eiwitten? Een veilig antwoord is 1,8 gram per kilogram lichaamsgewicht. Er zijn duizenden andere richtlijnen. Je zou kunnen zeggen voor veganisten, dan heb je ook weer een andere eiwitinname. Zou je kunnen zeggen 2,5 gram per kilogram lichaamsgewicht. Voor hele zware mensen is 1,8. Misschien zorgt het voor veel te veel eiwit. Zou je kunnen zeggen van misschien 1 of 1,2 gram per kilogram aan eiwit. Maar een 1,8 lijkt een beetje, op basis van de meeste onderzoeken, een safe hoeveelheid eiwit voor de meeste mensen. Die atletisch bezig zijn. Ja, dus stel wij... Zouden daar best mooi... 1,8 tot 2 gram per kilogram picobello. Ja. Ja, check. No. Voor de meeste. Ja. Yes. Oké, dus dat eiwitcomponent is belangrijk. Nogmaals, de sturing van wil je aankomen, wil je afvallen. Met powerlift heb je ook gewichtklasses. Dus als je echt aan wedstrijden meedoet, dan is het aan jou van wil je in welke klasse zou je vallen. Weet je, er zijn enkele verschillende federaties in Nederland... om even een voorbeeld te geven voor mezelf. Ik weeg 99 kilo. Ik doe zelf mee aan de DPL-federatie. Daar heb je een 100 kilo klasse. Je hebt een 110 kilo klasse. Ik geloof 125 plus. En nog een stapje daarvoor heb je 90 kilo. Dus ik zou een keuze kunnen maken van... Oké, ik ben nu 99 kilo. Ik ben vrij droog. Ik heb net een fotoshoot gedaan. Ik zit niet op een bodybuilding podium droogte. Maar ik ben best wel lean. Dus 90 kilo... Als ik fel over benen wil zijn, prima, zou ik kunnen doen. Maar ga ik niet doen. Ik ga niet naar 90 kilo, want dan sterf ik mezelf uit. Moet ik nog 9 kilo afvallen. 100 kilo is heel erg dichtbij. Dan heb je ook nog 110 kilo. Dat geeft uiteindelijk de meeste bouwpotentie. Want ik wil uiteindelijk groter en sterker worden. Dus over de jaren heen ga ik steeds meer mijn best doen om mezelf op te vullen. Om die gewichtsklasse op te vullen van die 110. Maar nu is de kans groot dat ik gewoon ga bulken. Dat ik ergens tussen de 103, 105 eindig. En dan ga ik voor mezelf kiezen van... Ik ga dan waarschijnlijk een waterkat doen om in die 100 kilo klasse te participeren. Dat is dus bijvoorbeeld mijn voorbeeld. Dat is mijn sturing, dus gewichtklasse, bepaalt. Ja. Als iemand zwaar is... is het een keuze van, zou ik niet heel snel willen aanmoedigen van, weet je wat, ga maar lekker naar die hogere klasse. Want als het een doelstelling is om ook vetverlies te realiseren, voor gezondheidsredenen, voor jezelf fitter maken bij wijze van, dan krijg je natuurlijk afvallen de voorkeur. En daar moet je dan rekening mee houden met je dieet, want dat betekent wel dat je in een calorietekort moet gaan zitten, in tegenstelling tot ik bijvoorbeeld. Want ik zit nu in een calorieoverschot, ik bulk. Want ik wil een gewichtklasse opvullen, ik wil zwaarder worden. Dus dat is een totaal ander uitgangspunt dan iemand die 105 kilo weegt, 25% lichaamsvet heeft en eigenlijk misschien het best in een 90 kilo klasse mee zou kunnen doen of zoiets. Ja, check. Oké, dus het is ook al een beetje aangaf, voeding is gewoon echt persoonsafhankelijk. Ja, maar... Kijk je ook, eiwitten gaf je al aan van nee, dat is wel belangrijk. En nou, dat weten als goed is de meeste mensen nu wel een beetje. Maar kijk je dan ook naar koolhydraten en vetten? Van iets meer koolhydraten toevoegen of iets meer vet? Of, uiteraard, ik bedoel, kijk, het totaalplaatje van calorieën wordt natuurlijk bepaald door eiwitten, vetten, koolhydraten. Eiwitten hebben we gedekt, daar is een bepaald minimum voor nodig om dat hele spieropbouw... effect te realiseren. Vetten zijn nodig in principe voor algemene gezondheid, hormonale aanmaak. Testosteron wordt gemaakt door onder andere verzadigd vet. Dus vet is een heel erg belangrijk component. Je zou ook kunnen stellen dat vrouwen over het algemeen iets beter reageren op een hogere vetinname dan mannen. Dat komt ook vaak voor in de praktijk dat ik mannen die
in principe gewoon of willen aankomen of gewichtstabiel willen blijven, zet ik ze heel vaak doorgaans op 1 gram per kilogram lichaamsgewicht aan vet. Dat is meestal gewoon een mooie sweet spot. Dames zet ik vaak wat hoger, omdat nogmaals, er is wat literatuur die bewijst dat dames beter reageren op een hogere vetinname relatief vergeleken met mannen. Alsnog zijn er individuele verschillen mogelijk. Ik heb dames meegemaakt die beter gaan op een hoge koolhydraatinname. En dames die inderdaad veel beter gaan op een lage koolhydraatinname en meer vet. Dus daar zit heel veel individuele verschillen tussen. Ik zou verder zeggen, als je je vetcomponent, je vetminima hebt gedekt, je eiwitcomponent, dat is in check. De rest van je kilocalorieën, dat is dus afhankelijk van ga je bulken of ga je katten. En de rest van die calorieën, die besteed je dan in principe aan de leftovers aan koolhydraten. Ja. Oké. Check. En mooie vraag. Hoe ziet bijvoorbeeld het eten eruit? Hè? Bijvoorbeeld met de bedoel bodybuilding. Ja. Kom je natuurlijk op rijst, kip, broccoli. Hè? Een beetje standaard, zonder saus, zo droog. Een mooie bro-stereotype. Ja, hè? Ja. Van vroeger. En hoe gaat het met powerlifting? Want ik weet dat jij eigenlijk nu helemaal geen vlees, maar... dat is natuurlijk een eigen keuze geweest. Mijn vriendin is veganistisch. Zodoende op een gegeven moment heb je ook zoiets van, nou, weet je wat, laten we experimenteren met minder vlees. Daar voelde ik me best wel goed bij, op een meer plantaardig gebaseerd dieet. En ik had zoiets van, weet je wat, ik heb het niet per se nodig. Ik noem mezelf geen vegetariër, want dat vind ik een beetje disrespect naar de vegetarische populatie in verband met dat ik eens in de maand of eens in de 2 weken bestel ik wel eens iets met vlees. Bijvoorbeeld pizza salami of zo, weet je wel. Dat is eventjes een heel willekeurig voorbeeld. Maar inderdaad, ik eet zelf iets meer plantaardig. Wat was de vraag ook alweer? Bodybuilding, powerliften, verschillen in voedingsstijlen. Ja. Bij powerliften staat er, voor een of andere reden, is er een vreemd imago dat powerlifters gore vetzakken zijn, die echt alles en nog wat eten. Ja. Ook op wedstrijden zie je soms dingen voorbij komen van, what the fuck, eet die nou weer echt snoep, donuts, etc. Dat zie je vaak voorbij komen op powerliftwedstrijden. Er is dus ook, in mijn opinion, is er best wel een groot fysiek tussen mensen die esthetisch powerliften en gewoon alleen maar powerliften. Zelf, esthetisch powerliften, ik zou het gewoon omschrijven als iemand die ook een fuck geeft om zijn lichaam. Dus ik wil graag een goed lichaam hebben. Ik wil eruit zien alsof ik lift. Ik wil er gewoon goed uitzien terwijl ik mijn powerlifts doe. En je hebt ook natuurlijk de mensen die daar minder om geven. Die geven puur alleen maar om ruwe kracht. Niet zoveel om het fysiek. En daar in deze twee stijlen van powerlift of deze twee type categorieën van mensen zie je best wel wat verschillen in dieet. Ja. Je zou kunnen zeggen dat deze categorie die ik net uitlegde, die geeft niet zo heel veel om voeding optimaliseren. Is meer van, oh, eiwitten zijn belangrijk, verder vul ik het een beetje aan hoe het moet, waar ik zin in heb. En hoe ik ermee bezig ben, is iets meer bodybuilding-achtig. Dat je echt focust op je eiwitten, op een goede vetinname, et cetera. Je kan dan natuurlijk ook nog praten over wat jij net omschreef met die kip, broccoli, rijst. Dat is een beetje het clean eating natuurlijk. Ja. Ik maak zelf in principe gebruik van flexible dieting en if it fits your macros. En dat komt er echt simpelweg op neer van, je houdt je calorieën bij, je eet hoofdzakelijk voedzaam. Maar je hebt ook ruimte in jouw caloriebudget die je besteedt aan voedingsmiddelen die je gewoon heel erg lekker vindt. Die niet per se super voedzaam zijn. Nee. IJs of donuts. Dat kan je prima incorporeren in je dieet. Ja. Dus feitelijk hoeft het dieet van een powerlifter en een bodybuilder niet heel veel te verschillen. Want jullie trainen, want ze trainen allebei voor sterker worden, groter worden. Want het doel van zowel powerlift als bodybuilder is groeien. Groeien in je powerlift of groeien in spiermassa. Maar ook voor powerlifter zou hypertrofie-focused eten een hele goede voorwaarde zijn. Want hoe groter de motor, hoe sterker de motor. Dus dat wil je natuurlijk wel een beetje aanmoedigen. Ja, net zoals wat Richard altijd uitlegt met de Ferrari. En, exact. Yes. Oké, ik denk dat wel eigenlijk wel duidelijk is. Maar is er nog wel iets waar je zou zeggen van, oké, iemand gaat dan powerlift doen, dat je zegt van, oké, je hebt meer de manier van, oké, ik moet aan 3000 kilocalorieën komen, aan 180 gram eiwitten, en dan 80 gram vetten en de rest. Mm-hmm. Maar dat je dan zegt van, oké, doe echt een voedingsschema, of wat je zelf al een beetje aangeeft van, wees daar een beetje relaxed in. In principe is dit heel erg individueel. Ik heb mensen die ik coach die fan zijn van voedingsschema's.
Persoonlijk probeer ik dat eigenlijk af te raden in verband met... ik ben ook werkzaam geweest als diëtist, voordat ik ooit begon als coach. Dus dat is een beetje mijn begin van mensen proberen te helpen met voeding. En daar ben ik achter gekomen dat als je iemand een voedingsschema geeft, raken mensen heel gefixeerd daarop. En dan leren ze niet echt flexibel om te gaan met verschillende keuzes te maken. Bijvoorbeeld stel je voor, er staat als groente ergens 200 gram bieten. Dan denken ze van, oh, ik moet alleen 200 gram bieten hebben, want dat staat er. Weet je wel, en als je juist wel ook weet van, hey, je kan die bieten ook vervangen met rode kool, spruiten, whatever jij wilt. Weet je wel, dat flexibele diëten, dat maakt het een heel stuk fijner, in principe. Ja. Dus ik ben meer fan van, weet wat je caloriebudget is, hanteer een vast schema qua structuur. Dus dat je weet van, mijn maaltijdfrequentie is 4 keer per dag. Ik eet zelf 4 keer per dag, daar zit nooit een verandering in. Ik heb gewoon een ontbijt, ik heb ergens een kleine middagmeal. Ik heb een dinner, ik heb een pre-bed meal. Dat is gewoon mijn structuur. Daarover verspreid ik mijn calorieën. Op een trainingsdag zorg ik ervoor dat ik best wel wat calorieën voor mijn training eet. Voor een goede workout. Is in principe niet nodig. Je zou kunnen zeggen van, je kan een kleine meal eten en alles later aanvullen. Heb ik vroeger gedaan. Ik ben erachter gekomen, ik voel me toch iets beter als ik best wel goed gevuld een trainingssessie inga. Zeker als ik bulk. Dan zit je gewoon net iets lekkerder in de training. En de rest van je calorieën die verspreid ik over de resterende maaltijden die ik heb. Dus ik vind voornamelijk maaltijdfrequentie heel erg belangrijk. Dat je een idee hebt van je eiwitten, dat je die goed verspreidt over je maaltijd, dat je dat dekt. En dat je het in principe gewoon opvult met de voedingsmiddelen die jij lekker vindt. Je zou niks moeten eten wat je echt super goor vindt. Nee. Daar kunnen we simpel over zijn. Je hoeft niet zomaar maaltijd 1, 8 eiwitjes, dat je eigen moet weggooien. En 2 plakjes kipfilet. Maaltijd 2 is een appel likken en een walnootje. ik roep maar wat. Weet je wel, het hoeft niet zo zielig. Nee. Dus persoonlijke voorkeur speelt een hele grote rol erbij. En dat neem ik ook mee in mijn eigen coaching en dergelijke. Dat ik daar kijk van, oké, ben jij iemand die vaak... Hou je juist van grotere maaltijden of juist van kleinere maaltijden? Weet je wel, want stel je voor, iemand heeft een gigantische eetlust. Dan is het soms wel lastig om bijvoorbeeld 6 maaltijden aan te raden. Want dan moet je je calorieën verspreiden over 6 maaltijden. Dat betekent vaak muizenmaaltijden. Dus dan heb ik liever... Ik ben iemand met een grote eetlust. Ik eet het liefst 4 grote meals per dag. En die meals zijn dan echt substantieel qua calorieën, zeg maar. Ja, ik zie het wel. Dat is heel mooi om te zien. Ja, en dat heb ik zelf ook wel een beetje inderdaad. Dat ik ook naar mijn leden ook zeg van, wij geven een aantal kilo. En je mag alles eten. Ja. Yes. Alleen, ik beeld het altijd aan in een raam. Ja. Dit zijn de randvoorwaardes. Er zijn wat dingetjes. Want kijk, als je echt alleen maar tegen iemand zegt van, hier zijn je calorieën. Eiwitten, vetten, koolhydraten. Vul maar op zoals je wil. Er zijn mensen die dat misbruiken en die gaan voor eiwitten gaan ze alleen maar whey isolaat drinken. En dan gaan ze voor de rest speculaas, whatever the fuck eten, totdat ze maar die getallen hebben gedekt. Dat is niet per se de bedoeling, want ik bedoel, je wil wel een beetje eten als een atleet. En daarmee bedoel ik, een klein beetje clean eating komt er toch wel bij kijken. Want je zou kunnen discussiëren over, ik kan al mijn koolhydraten wel halen uit de jellybeans. Ik zou zeggen dat je een betere atleet bent als je meer je koolhydraten zou halen uit rijst, aardappelen, zoete aardappel, havermout. Dat je daarmee je basis dekt, want daar zitten sowieso meer micronutriënten in. Dus eet een beetje als een atleet, is wat ik hiermee zou willen zeggen. Ja, dus wees bewust wat je in je neemt. Ja. Maar dus denk ik ook als je jellybeans of havermout of rijst, of het geeft ook veel meer energie. Klopt, op lange termijn, zeg maar. Ja, in ieder geval eet niet als een kleinkind. Nee. Niet alleen maar als een kleinkind. Je mag prima koek, je kan jellybeans erin in je voedingsschema verwerken als je dat echt super lekker vindt. Noem eens een maaltijd waar, ik zie chocopops, wij hebben ook chocopops thuis. Klopt, ik eet ook wel Oreo's in mijn kwark. Mm-hmm. Zou je voor ons even mee willen nemen wat jij dan ongeveer eet per dag? Op dit moment, ik ben dus in een beginnende bulkfase, dus mijn calorieën zijn nog niet torenhoog. Ik zit nu ongeveer op de 4000 calorieën. Dat zal opgebouwd worden naarmate ik merk van oké, mijn gewicht stagneert, dus ik kan meer eten, et cetera. even kijken, mijn ontbijt is meestal echt een heel simpel bord havermout. 100 gram havermout, daar gooi ik eiwitpoeder doorheen, ik gooi banaan doorheen, ik gooi meestal donkere chocolade doorheen. Dus dat is een beetje de basis. Daarnaast heb ik, omdat ik nog een flinke eetlust heb, omdat ik net klaar ben met een fotoshoot cut en alles, ik heb een flinke eetlust, ik eet er nog vaak een salade naast, spinazie, nog wat rode kool of whatever. Dus dat is meestal mijn ontbijt. Dat is ook wat ik eet voordat ik ga trainen meestal. Als ik mijn training heb gedaan, eet ik meestal een soort tussenmaaltijd voordat mijn dinner is. En dat is meestal op dit moment...
iets als Choco Pops met amandelmelk en weer whey protein. Kan ook rijstwafel zijn met een eiwitkoffie. Weet je wat ik gewoon whey isolaat of zo door je koffie heen roert, ook lekker. Dus dat is een hele klein post-workout meal. Mijn ontbijt is dus best wel groot qua calorieën. Mijn post-workout meal iets minder. Dat is meer een maaltijd die me eventjes overbrugt. Als een overbrugging dient tot mijn dinner. Dinner is op dit moment heel veel groenten. Een eiwitbron, meestal in de vorm van cottage cheese, eieren, een vleesvervanger. Dan heel vaak zoete aardappel, normale aardappel, rijst. Een soort component daarvan. Vaak ook nog chips, ben ik ook nog fan van. Dat is een soort crouton. Dus hiermee wil ik weer een voorbeeld geven van... Ik eet best wel wat verantwoorde dingen, maar ik eet er ook gewoon leuke dingen bij. Bijvoorbeeld die chips. Ik eet gewoon lekker Pringles bij mijn salade soms. Of bij mijn avondmaaltijd. Door die havermout gooi ik gewoon Toblerone of whatever. Ja, weet je wel? Dus dat is gewoon dikke prima. Pre-bed meal is meestal een grote bol van kwark. Kunnen Oreo's ingaan, kan een donut ingaan, kunnen cornflakes ingaan. Meestal wel een beetje een voedzame basis qua kwark, fruit, heel vaak banaan, bosbessen. En dan nog een beetje waar ik zin in heb qua calorieën. Dus dat is een beetje een algemeen opzet van hoe ik persoonlijk eet. Ja. Ja. En doe je dat dan ook qua wedstrijd? Ook, wanneer je naar, je moet nog 11 weken, maar dat je dan 2... En qua bodybuilding gaat ze, en moet je anders eten. Klopt. Zul je gewoon dingen zeggen, oké, dit mag niet en dat mag wel. Net tot zekere zin natuurlijk. Maar, Ik snap wat je bedoelt. Kijk, sowieso als je een bodybuilding wedstrijd doet, dan ben je helemaal in een armoedige modus kwijt, qua eten. Dan mag je bijna niks meer. Je zit op teringlage calorieën. Dus dat is een heel ander verschil met afhankelijk van wat je doet met je powerlifting ambitie. Als je bulkende een wedstrijd ingaat, want je zit bijvoorbeeld... prima in je gewichtklasse en je weet van... je gaat je gewichtklasse halen zonder probleem... kan je blijven eten zoals je doet. Niks maakt uit. Het enige waar ik wel goed bij stil zou staan... is eet bekende voedingsmiddelen. Niet dat je de dag voor je wedstrijd... all you can eat sushi doet... riskeert dat je maagtyfus krijgt... voedselvergiftiging krijgt... en dat je dan zodoende de hele nacht naar de wc moet rennen. Dat zou niet verstandig zijn, in mijn opinion. Maar verder zou je in principe wel kunnen eten zoals je altijd doet... Het is verder ook nog afhankelijk van, doe je een waterkat of niet? Zelf ga ik hoogstwaarschijnlijk, ik weet nog niet 100% zeker, hangt er een beetje vanaf op wat voor gewicht ik eindig. Want zoals ik al zei, ik heb een 100 en een 110 kilo klasse bij deze federatie waar ik tussen kan kiezen. En als ik 104, 105 kilo ben aan het eind van mijn bulk, kan ik nog prima waterkatten naar die 100 kilo klasse. Dan eet ik wel in mijn laatste week best wel anders, want dan moet ik natuurlijk het vochtverliesaspect proberen te realiseren. Maar die hele periode daar naartoe... is het voor mij nu gewoon bulken opbouwen en zal ik eten zoals ik nu doe, alleen dan met opvoerende calorieën. Ja, precies. Ja. En dus in principe, als ik dat een beetje zo hoor, zoals je powerlift of iets, heb je eigenlijk gewoon powerlift, zou je niet heel anders hoeven eten, tenzij dat je in de gewichtklasse in de knoei komt, dan moet je een bepaalde keuze maken. Klopt, ja, want als je het uiteindelijk echt met wedstrijdambities doet, dan is het is een gewichtklassensport, dus daar moet je rekening mee houden. Dus in het geval dat je bijvoorbeeld als lifter echt riskeert dat je... oh shit, ik word te zwaar voor mijn gewichtklasse. Dan moet je wel de laatste week iets doen. Dus dat zou zo'n waterkatmanipulatie kunnen zijn. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een periode voor kiest om naar een calorie-tekort te gaan. Om een beetje te katten, omdat je zo safe in je gewichtklasse blijft. Je zou ook simpele manipulaties kunnen doen, zoals minder koolhydraten eten een week van tevoren. Want koolhydraten vullen je glycogeenvoorraad aan. Als je iets minder koolhydraten eet... minder glycogeenvoorraden, minder vochtretentie als gevolg. En dan weeg je vaak ietsje lichter. Wat ook wel eens voorkomt, is eventjes een willekeurig voorbeeld. Bij een waterkat, dan manipuleer je je water of je vochtinname en je zoutinname zodoende dat je hoog begint in de week. Op een gegeven moment stop je gewoon, meestal een dag van tevoren of nog een dag van tevoren, dan breek je dat acuut af. Je lichaam blijft in de flushing modus, dus het is heel simpel gezegd. Want het is super complex, dus een hele simpele Jip en Janneke verklaring. Ja. Je blijft in een flushing modus, je eet weinig volume. Dat zorgt ervoor dat vocht wordt als een malle weggespoeld. En dan kan je echt 5% van je lichaamsgewicht kwijtraken. Dat moet je wel weer aaneten natuurlijk, want je kan niet op een stuk lager lichaamsgewicht meedoen nadat je al dat vocht bent kwijtgeraakt en goed presteert. Dus dat moet aangevuld worden. Maar dat is even een willekeurig voorbeeld van wat je zou kunnen doen om alsnog een gewichtklasse te halen. Ja. Oké. Nou, dat is... spannend. Ja, dat is wel een dingetje. En even kijken. Nou, ik denk qua voeding heb ik eigenlijk alles wel gevraagd. En ik denk dat het voornamelijk is van...
als je al gek doet, dan doe je al gek genoeg. Maak het niet voor jezelf te complex als klopt, je dat... Ja. Het is niet powerliften, bodybuilding stijl eten. Het hoeft niet zo heel veel te verschillen. Eet gewoon als een atleet is het een ding wat ik erbij zal blijven zeggen. En that's it, ja. Zo ja. complex hoeft het niet te zijn. Nee, ja. Eet bewust. Ja, eet niet als een klein kind. Nee. Ja, ja, ja. En als je dan nog een tip mag geven aan mensen die... Nou, toch met hun voeding misschien een beetje in de knoei zitten of iets. Even kijken. Ja, er zijn natuurlijk heel veel vormen van in de knoei zitten. Want ik heb heel veel verschillende mensen meegemaakt. Ik denk dat gewoon zelfkennis proberen uit te breiden een van de belangrijkste dingen is. Dat je echt rondkijkt op internet van wat lijkt handig te zijn om te doen. Wat goede, voornamelijk evidence-based, dus wetenschappelijk gebaseerde info omtrent training, voeding, lifestyle. Dat opzoeken. Eventueel zelfs een coach inschakelen waarbij je denkt van... Weet je, er zijn heel veel verschillende coaches en ik wil niemand zomaar afkraken. De een is mogelijk wat meer knowledgeable dan de ander. Maar investeren in een coach kan heel erg helpen. Ja. Want die helpt jou op een bepaald pad. Die brengt je door een bos heen. Ja. En als je die persoon kan vertrouwen, dan scheelt dat heel veel stress. Want jij wordt nu ook gecoacht? Op dit moment, ja. Ik ben toevallig begonnen met... eigenlijk deze week ben ik begonnen met voor mijn DPL-prep met een nieuwe coach, inderdaad. Ja. Hij helpt mij alleen op het gebied van training, want... Het is dan een persoonlijk voorbeeld. Ik ben iemand die heel geneigd is te veel te doen in een wedstrijdvoorbereiding. Om mezelf echt te slopen in training. Als ik een coach aanneem, is het voornamelijk een remfunctie. Dus ik heb iemand die tegen me zegt van... Hey lul, doe dat niet. En dat is de reden waarom ik coach. Verder doe ik mijn voeding zelf. Ja, ja. Precies. Dus eigenlijk alleen maar op training. Ja. Maar ook wel weer puur... Ik zeg altijd, elke coach heeft een coach nodig. Ja, absoluut, absoluut. Als het met training is of met voeding. Ja. Maar ik denk dat dat wel een mooie aanvulling is, inderdaad. Dat... Ja, maakt niet uit. Iedereen heeft wel ergens misschien hulp absoluut, bij nodig. Ja. En gewoon je eigen verantwoording afleggen. Dat je iemand hebt waar je verantwoordelijkheid aan af kan leggen. Dat helpt gewoon echt enorm. Het is gewoon heel fijn om een aanspreekpunt te hebben van... Hey, ik zit hiermee qua training, hiermee qua voeding. En dat je daarover kan sparren. Ja. Dat iemand jou kennis geeft. Dat iemand jou een kant op stuurt. In mijn geval op een rem staat. Want dat heb ik echt nodig om mezelf niet kapot te maken. Ja, dat is gewoon heel erg handig om in een coach te investeren. Ja, ja. Ben ik helemaal mee eens. Ik denk dat het mooi is om af te sluiten. Top. Ik denk dat het genoeg informatie is. Dus nice. Goede timing. Lekker. Ik wil je bedanken voor dit gesprek over voeding. Graag gedaan. Vorige filmpje ging over training, dus als je die wilt terugkijken, kijk vooral terug. Yes. We gaan nog een hele gave trainingsvideo opnemen. Een beetje powerlifting kant op. Chris, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Leuk om te doen. En je weet nu hoe wij afsluiten. Yes. Goed eten, Dick Arms. Yes. Yes. Dankjewel. Ik had Utmorgen in mijn hoofd. Good morning, Dick Arms.